Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en welkom bij een nieuwe aflevering van Rocket League Rookies. We zijn ons nog steeds aan het kwalificeren voor de solo standaard rank. Welke rank gaan we krijgen? We hebben tot nu toe alles gewonnen van onze 10 beginwedstrijden. Natuurlijk, van seizoen 1 wordt dus erbij opgeteld. En dat was brons 1. We hadden echt net brons 1 met de Rocket League Rookies. Maar wat dus als je nu alles wint? Want we zitten nu tegen Challenger 3 mensen. Dat is op zich nog best wel goed. Wat wordt het? That's the big question. Wat gaat het worden? Ik ben heel erg benieuwd. We zullen het allemaal meemaken. Op naar wedstrijd nummer 1. Okidokie. We spelen tegen veel PlayStation-lui. Ik speel met het... PC-lui. Ik speel met twee PC-mensjes. Laten we hopen dat ze een goede PC hebben. Maar daar zien we toch wel even mooie aerial skills. En ik weet niet wat voor niveau dit is waarin ik nu ga zitten. Maar dit niveau ziet er al beter uit. Dit ziet eruit als een hoger niveau. Ik weet niet of ik daar zo goed voor kan zitten. Dat bedoel ik dus. Dank u. Oké, Wet Dream. Wat ga je doen? Kijk, zie je? Die kunnen er wel wat van. Ik ben benieuwd. Wat is dit voor wedstrijd, jongens? Netjes. Wie gaat hier voor? Niemand gaat hier voor. Ja, Wet Dream gaat hier voor. Maar dan is hier een vrij schotkans. Die er niet komt. Wij omspelen iedereen uit hier. Kan je daar nog bij? Daar kan hij niet bij, helaas. Ik ga snel terug. Oh, kut. Dit is niet zo slim van mij. Dit is niet zo slim van mij. Maar toch komt hij hier. Maar dan komt hij nog terug. Dan gaat hij weer omhoog. En dan is het hopen dat hij hem even raakt. Yep, dat doet hij. Oké, snel terug. Ik hoop dat ik op tijd ben. Even goed kijken. Daar is Wet Dream. Wat gaat Wet Dream doen? Doet hij goed? Hoppakee. Wegwezen met die bal. We hebben geen boost, dus eigenlijk heb ik hier niks te zoeken. Maar toch kom ik hier even bij staan. Want dan kan ik hem hier nog tegenhouden. Dat is een voorzetje. Maar die aerial wordt niet gegeven en ik ga er gewoon in. Oh my god, hoe kan dat? Is het omdat dat voorzetje gewoon werd geaerialed door hem? Yep, easy aerial van Expressive Beaver. Wel een beetje geluk. Maar ja, Team Blauw die had er wel iets extremer mee om kunnen gaan. Oh, die gaat onder me door. Wat gebeurt hier, jongens? Oef. Goed zo. Kom op, Team Blauw. Kom op, Team Blauw. Oh, Wet Dream. Verkeerd om. Maakt niet uit. Kut. Dat ging niet zo lekker. Dan maar zo. Dan komt hij terug. Nog iemand. Oh, die Wet Dream die staat echt helemaal on goal. Okidoki. Dan gaan we weer terug. Dan hebben we weer Krieger. En die Krieger die schiet hem wel lekker. Oké, dan komen ze. Nou, die had ik kunnen raken. Sorry team, die had kunnen scoren. We moeten wel even scoren hoor jongens. Het is goed. Kijk, je hebt zoveel ruimte hier. Go for it. Oh, dit is zo slecht. Oh team. I need you team. Ja nu, doe het. Nee, nu, nee. Oh, team. Oef, epic save, kom op. Vechten ervoor. Goed zo, nee, dit is niet goed, goal. Oké, done, we're done. En dan wordt er gefoto forfeit. We gaan gewoon verliezen. We gaan gewoon een potje hier bij Rocket League Rookies verliezen. Ja, dat is erg, dat is heel erg. En zij foto to forfeit, maar we geven niet op. We geven nooit op. Tuurlijk geven we het niet op. Hier, kom op. Kom op nou, Team Blauw. Hier, kom op nou, score! Hoe dan? Jongen. Weer wordt er niet gescoord. En de goal komt ook niet. Kom op. Ah. Hoppakee. En niemand van blauw is hier. Dus dan wordt er gescoord. We hebben verloren.
Wat voor ranks waren dit? Dat wil ik dan echt weten. Challenger ranks. Maar dan wel twee met een sterretje. Unbelievable. Unbelievable hoe slecht. En ik heb ook gewoon de minste punten. Kwam ook niet in mijn spel. We hebben dus één verloren van deze wedstrijden. Laten we hopen dat het er niet meer worden. In ieder geval, wij gaan naar ronde 2. There we go. Kom op nou. Nu gaan we even beter. Kom op team, een beetje je best doen. Want elke kans vorige wedstrijd was vrijwel, behalve die ene miss van mijn eigen team. Doe je best. Dotsaren was daar. Tex Adventure. Wij wachten hier af. Gewoon rustig wachten. Dan zie je dat wow. Oké. Oef. Die werd bijna gescoord. Maakt niet uit. Ah. Ik wou er zo achter komen. Come on team. Oh my god team. Duurt allemaal weer te lang. Die Tex Adventures die rijdt daar gewoon heel rustig. Dat is ook niet de bedoeling. Niet rustig rijden. Double jumpen. Snelheid erin. Net te laat hier ook. Alright. Daar is Enrik. Emir. Sorry, daar staat Emir. Kunnen we daar snel op reageren? For some reason ben ik aan het text chatten. En ik weet niet eens hoe dat komt. Stomme PlayStation. En deze moet er gewoon in. Ik kan daar niet bij. Ik ben te ver weg. En dan duurt dat dus te lang. Oh man. Oh shit, man. Are you kidding me? En ik stoot gewoon mijn hand. We krijgen weer een tegengoal. En wat voor tegengoal. Hij zit er wel perfect in, maar er is zoveel moeilijkheden hier. Dan speel je Rocket League bijna op het hoogste niveau met je normale account. Kom je nu uiteindelijk hier rond Challenger 3, rond die laatste Challenger rank. En echt, ik kan hier gewoon niks mee. Ik vind deze mensen die hier spelen, vind ik in zekere zin, ondanks dat ze meer kunnen, slechter dan waar we net mee speelden. Die hadden nog goede positionering. Die deden nog dat goed en dat goed. Maar nu is het gewoon achter de bal aangaan. Het is puur achter de bal aangaan omdat je denkt of weet dat je wat kan, zeg maar. Does that make any sense? En dan mis ik die ook nog eens. Deze challenger rank, dan denken mensen wat te kunnen. En die zitten alleen maar achter de bal aan het gaan. En er is totaal no sense of positionering. Jongens en meisjes, ik bedank jullie voor het kijken. Ik ben hier helemaal klaar mee. Ik ga wel weer op mijn PC. Ik ga wel op mijn PC. Ik vind deze heel moeilijk. Nou ja, dat gaat niet lukken. Ik vind het heel moeilijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Serious Lies, dit prachtige volk. Ja, serious.